Enjoy it. You can get food from me every day. Only in the summertime. In the wintertime, no. Goedemorgen. Kom binnen maar. Dit is Jacqueline, Hagenees in hart en nieren. Ze woont vlakbij het Zuiderpark en je zou haar onder andere hiervan kunnen kennen. Ik ga het niet laten doen. Nee, duidelijk. Die lichaam is van mij, is niet van Geert Wilders. Geert Wilders? Ik beëindig het hier ook, want ik begin heel agressief te worden. Een pittige tante, zo op het eerste gezicht, maar wel een met een groot hart. Jacqueline deelt namelijk maaltijden uit aan daklozen. En voor het maken van die maaltijden staat ze zelf uren in de keuken. Waarom doe je dit eigenlijk? Gewoon, kijk, eigenlijk. Ik ben 100% afgekeurd. Ik ben ziek. En ik leef dag en nacht met pijn, maar ik laat mijn ziekte mij niet in de grond duwen. Ik blijf gewoon doorgaan, doorknokken. Maar ik doe dat omdat ik weet dat de jongens hebben moeilijk op straat. Ze slapen in de kou. Maar ze zijn ook mens. En ik zeg altijd, niet alleen wij die hebben goed moet eten of drinken. Die mensen hebben ook nodig. Je moet niet kijken wat is iemand. Altijd als je kan iemand een handje geven, dan geef je ze een handje. En daarom ik heb besloten dat ik help de daklozen. Jacqueline deelt ook drankjes en fruit uit. Die krijgt ze van gulle lokale ondernemers, waarvan ze er trouwens nog meer zoekt. Maar alle ingrediënten voor het eten betaalt ze uit eigen zak. Ik heb zelf niet veel, maar ik heb geleerd hoe moet ik met mijn centjes omgaan. En zodoende, als ik kook, ik kan ook niet klein koken, ik kook heel veel. En ik heb liever dat ik geef mijn eten naar de daklozen. Mensen zouden ook wel kunnen denken, als ze jou zo af en toe zien, dat je een harde tante bent. Maar dat valt dus wel mee. Ik maak me niet druk wat mensen denken van mij weer. Maar je komt best wel hard over soms. Ja, ik kwam hard over. Dat zegt iedereen, mag ik een beetje water maken? Krijg je er warm van? Nee, laat me lachen. Ik moet water pakken. Maar eigenlijk ben je dus heel lief. Ik heb een goede hart. Ik kan lief zijn, ik kan hard zijn. Ik heb mezelf leren opkomen voor mezelf. Weet je, ik heb een muur om me heen gebouwd. Ik ben hard omdat dingen is gebeurd in mijn leven. Daarom ben ik leren hard te worden zo. Niet dat ik ben een slecht mens of zo, weet je. Maar door dingen van het leven, soms kan je heel hard worden. Dat je kan zelf hard zijn tegen jezelf ook soms. Dus je hebt veel meegemaakt? Ja, waar ga ik hier niet over? Daar gaan we vandaag niet over praten. Vijf. 6, 7, 8, 9. Zo, daar gaan we. Ja. Nou, op naar het centrum. Ja, ik zie je in de stad. Goed. Tot zo. Ja. Jacqueline arriveert in het centrum. Ze komt hier in de zomermaanden iedere week van maandag tot en met vrijdag om de daklozen op te zoeken. Als je elke dag in de stad bent, ja. Meestal kom ik bij de pleintje daarachter, ja. Of in de straat hier. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Hier. Dank u wel, mevrouw. Ja. Wil je sinaas of deze? Hij is het vandaag niet. Kom, we gaan naar de pleintje. Meneer, mag ik langs?
No, don't run away. Don't run away. I'm giving people, homeless people, food and drink and fruit. Do you want? Okay. Enjoy it. If you are here every day in this area, you can get food from me every day. Only in the summertime. In the wintertime, no. Okay? Bless. Jacqueline, welk gevoel geeft het je nou als je een dakloos iemand zo blij kan maken? Het doet me gewoon goed. Ik vind het me lekker in mijn vel als ik kan een ander helpen. Ik heb een goede hart. Wanneer het moet alleen. Niet altijd. Ik kan ook een beetje stout zijn soms. Als je me zoekt, krijg je me. Als je me niet zoekt, ben ik heel aardig.